In Marlijne at Home neemt Marlijne de Wouters ons mee naar mensen met een bijzonder levensverhaal, persoonlijkheden met een uniek talent of uitgesproken visie. Ze wordt ontvangen in het ruim en imposant appartement van Paul Sarkozy, de vader van de Franse president. Paul Sarkozy praat vrijuit over zijn tumultueuze jeugd en zijn vlucht naar Parijs. J'étais dans un baignoire total, j'avais même pas de chaussures, j'avais des chiffons sur les pieds et je connaissais personne, donc c'était assez difficile. Maar ook over de relatie met zijn kinderen en vooral zijn zoon Nicolas. Et Nicolas, qui était un élève, tout ce qui est plus convenable, voulait aussi être première de sa classe. Et pour ça, quand on les couchait le soir, il se réveillait la nuit. Pour travailler toute la nuit sans dormir et pour faire comme il faisait ses frères. Mm-hmm. Et il s'est forgé avec ça un mémoire extraordinaire. Ontdek nu Marlijne at Home op Actua Plus. Ga naar de TV-teek, blader door het aanbod en kies voor Marlijne at Home. Actua Plus. En u ziet meer. ING zorgt voor een vlotte overdracht van uw familiebedrijf.